Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal. Met nog één dag te gaan in het jaar 2020 wil ik bij deze dringend het verzoek doen dat u zich nog steeds houdt aan de maatregelen. Ieder wil feesten en dat vinden ook de autoriteiten begrijpelijk. Maar het kan even niet anders. Laten we met z'n allen het virus bestrijden, zodat wij het aan het eind van 2021 weer met z'n allen uitbundig kunnen feesten. We beginnen dit journaal met de minister van Volksgezondheid die al eerder in het journaal de nodige uitleg gaf waarom de beperking op de bewegingsvrijheid nodig is. De mens kan pas het virus oplopen als je in contact geweest bent met iemand die het virus met zich meedraagt. Dus als u het heeft en ik met u in contact ben en u praat en u hoest en u bent ziek en ik ben in contact met u en ik ben dicht bij u, dan is de kans reëel dat ik ook besmet ben. Maar als u thuis bent met uw klacht en ik thuis ben zonder klachten, dan is er vrijwel geen kans mogelijk dat het virus zich verspreidt. Dan blijft het virus om u heen, u hoest, maar blijft om u heen en verder gaat het virus dood. En u geneest langzaam aan. Wanneer u weer genezen bent, dan kunnen we weer vrij ontmoeten. Dus dat bedoelen we met we leggen die bewegingen in de samenleving stil. En hoe langer je die bewegingen stillegt, toch? Dus hoe eerder je komt, na 7 uur of na 5 uur of na 9 uur, maakt niet uit. Hoe eerder je eigenlijk die bewegingen stillegt, hoe minder groot het risico is op verspreiding. In het journaal van gisteren heeft de minister het ook even gehad over de vuurwerkwinkels en de verkoop. Om de burger toch tegemoet te komen, is er overgegaan tot het bieden van de mogelijkheid om tot 10 uur 's avonds vuurwerk te leveren aan de consument. Ook de horecasector wordt in de gelegenheid gesteld om hun voeding en drank tot een bepaalde tijdstip te leveren. Dit na gesprekken gevoerd te hebben met de VSB. Zo heb ik eerder ook in de horeca met de horeca gezeten en gezegd: jongens, ik sta ook open voor leveringopties. Ik heb zelfs in de tijd verzoeken gehad, welke we niet hadden gehonoreerd. Maar nu, vanmorgen nog, heb ik overleg gehad met de VSB. Die heeft dat wat voorbereidend werk gedaan en ik kan hiermee aangeven officieel dat de horecasector natuurlijk het een en ander afstemmen met elkaar en goede controle ook de toestemming krijgt van de regering om van het ministerie in ieder geval om ook voedsel en voeding te leveren naar mensen toe tot een bepaalde tijd. En dat is dus, zal dus gelden voor deze periode, totdat de maatregelen anders uitzien. Ook internist en infectioloog Lieke Wojtis doet nogmaals een dringend beroep op de samenleving om zich te houden aan de maatregelen, ook aan hoe zwaar het is bij de feestdagen. Het virus is in Suriname en is niet alleen bij een bepaalde groep. En ieder kan besmet zijn of besmet raken. Ja, dus ik denk toch dat het goed is om iedereen op te roepen hoe lastig het in deze feestperiode ook is om zich toch zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden. Nogmaals, het virus is hier. Het is gewoon in Paramaribo. Het is niet meer een ver weg. Het is niet alleen onder Brazilianen of een andere aanwijsbare bevolkingsgroep dat je kan zeggen, als je daar maar op let, dan is er niks aan de hand. Het is in heel Paramaribo en iedereen kan het hebben, iedereen kan het krijgen. Dus geen grote feesten, geen gezellige familieetentjes. Maar als we nu niet ons massaal goed aan de maatregelen gaan houden, dan weten we vrij zeker dat de zorg in Suriname over een paar weken totaal overweldigd is en dat de dokters, de verpleegkundigen, de ziekenhuizen, de huisartsen de zorg niet meer aan gaan kunnen. Dus toch echt graag het verzoek om u allemaal zo goed mogelijk aan de maatregelen te houden. In deze aflevering van het COVID-19 journaal nemen wij een kijkje bij de 178 hotline van het BOG. Dagelijks komen er meer dan 475 telefoontjes binnen met mensen die klachten hebben, maar ook mensen die bellen om onregelmatigheden door te geven. Ja, we krijgen heel veel klachten binnen. De mensen bellen voor elk probleempje dat ze hebben, elke klacht die ze hebben, bellen ze naar de 178-lijn. De calls die we binnenkrijgen zijn ongeveer 475 per dag. En we hebben nu een bemensing van 6 call agents en 2 artsen op de werkvloer. Maar we gaan binnen de komende week uitbreiden naar zeker 10 call agents, zodat de telefoon altijd wordt opgenomen.
de werkwijze van ons is dus als iemand belt met een klacht, dan wordt de telefoon wordt opgenomen door een call agent. De klacht wordt helemaal uitgevraagd. Als er vragen zijn, medische vragen, worden dan direct gesteld aan de artsen die zich op de werkvloer bevinden. De case wordt dan aangemaakt in een database waarbij we alle cases van alle mensen bijhouden. We maken dan een lijstje, een soort swaplijst voor de zusters van de RGD-poli en die sturen we dan door naar hun. Zij maken dan op hun beurt contact op met de patiënt. Ze maken een afspraak dan met de patiënt, die laten ze dan komen naar de swapunits. Als de patiënt wordt gecontact, dan wordt hij geswapt op de poli. De resultaten vanuit de swapunits worden afgegeven bij het lab. En de resultaten van het lab worden direct weer doorgespeeld naar 178, dus BOG. En als we de resultaten binnenkrijgen, dan nemen we dan contact op met de patiënten via de artsen en de call agents. En dan worden de patiënten direct ingelicht over het labresultaat. En ze worden ook gezegd wat er verder met hun gaat gebeuren. Als ze worden opgenomen in het ziekenhuis, naar de isolatietent worden gebracht. Of als ze zichzelf gewoon in thuisquarantaine moeten zitten voor 10 dagen. Meneer, u had een swabtest gedaan op 23 december. Uw resultaat is binnen. Mag ik dat aan u doorgeven? Uw resultaat is negatief. Dat wil zeggen, u bent niet besmet met het COVID-virus. 178 is namelijk een gratis lijn. Uw beltegoed gaat niet eraan. Ja, zou ik er kunnen spreken? Ja? Oké, dan mag ze, zodra u haar hebt kunnen bereiken, mag ze ons bellen op 178. We gaan haar registreren en dan gaan we haar een swappoint aanwijzen. Dan kan ze gaan testen. De telefoontjes komen binnen via 178, dus dat zijn de mensen die de klachten presenteren. Maar als de lablijsten binnenkomen met de resultaten, dan hebben we op de achtergrond ook een transportdienst, waarbij we 1 ambulance hebben, 2 bussen. En dat is ook een heel team met zusters, ambulancechauffeurs en buschauffeurs, die dan de mensen gaan ophalen aan huis. En die ze dan brengen naar de opnamelocatie of de isolatiefaciliteit. Dus het is wel een heel druk op dit moment. We hebben heel veel positieve en we werken sowieso veel harder, ook de transportdienst. Er wordt niet gesjoemeld met de cijfers, het is gewoon de realiteit. Zo is het gewoon. Omdat ik persoonlijk de lablijsten binnenkrijg en ik zie het aantal positieve en ik speel het door naar de 178 artsen die er dan een overzicht van maken. Dus er wordt niet gesjoemeld met de lijst. Ik zie ze, dus ik weet, dat het echt waar is, dat het aantal positieve echt toeneemt. Dat er in het weekend minder geswapt wordt, is ook te merken aan de cijfers op de dashboard. Vooral op de zaterdag en de zondag liggen de cijfers lager. Naomi Shang, de coördinator van de 178-lijn, legt ons uit waaraan dat ligt. Dat kan komen doordat er in het weekend minder swapplekken open zijn. Het BOG is in het weekend gesloten, maar de RGD-swapposten die zijn gewoon open. Tropkliniek is gewoon open. Maar inderdaad kan het komen doordat je minder plekken hebt waar de mensen naartoe kunnen gaan. En door de week loopt het daar wel storm. Maar ik heb ook het idee dat de mensen in het weekend eerder thuis blijven en niet naar de swapposten gaan. En door de week zijn ze eerder geneigd met hun klachten direct naar de swappost te gaan om te gaan swappen. Dat we dit jaar de feestdagen op een gepaste manier moeten vieren, is duidelijk genoeg. De minister van Volksgezondheid geeft de nodige adviezen. Het is ook een periode van bezinning. Ik denk een periode van met elkaar zijn is minder verstandig op dit moment. Zeker niet in grote groepen, maar zeker in huiselijke sfeer. Je kan zeker in huiselijke sfeer het ook leuk maken. We hebben ook virtuele mogelijkheden om met elkaar in contact te zijn. Dat doen we eigenlijk al met personen in het buitenland. Maar dit keer gaan we het een beetje moeten aanpassen. We hebben het liefst niet dat er social gathering is. Dus alle geplande kerstdiners, evenementen is het advies negatief. Doet u dit AUB niet omdat uw eigen mensen op zo'n manier een risico vormen of een risico lopen om besmet te raken. En ik denk niet dat u het jaar wil beëindigen met uw geliefde in het ziekenhuis of uw geliefde in een isolatiefaciliteit. We willen dat sowieso voorkomen en uw eigen bijdrage gaat helpen om het ook voor ons als overheid draaglijk te houden en dat we een periode van rust kunnen gaan in januari. En dat we kunnen herstellen en wachten op het vaccin, welke hopelijk rond eind januari 2021 ready zal zijn voor Suriname
En daartoe worden de serieuze stappen nu gezet. De focus en de target is eind januari 2021 voor het COVID-vaccin in Suriname. Het COVID-19-journaal nam vandaag een kijkje bij enkele vuurwerkverkooppunten en maakte voor u het volgende verslag. Nou, zoals u heeft gezien, als u binnenkomt, hebben we twee desinfectieapparaten geplaatst waar je handen kunt ontsmetten. Vervolgens is een ieder verplicht om een mondkapje op te hebben. We hebben in de winkel ook een kleine scheiding meegebracht buiten de glazen kasten om toch de klanten op een afstand te houden en waar ze natuurlijk ook met de verkopers kunnen communiceren. Wij laten 5 bezoekers toe. Zoals in de protocollen aangegeven door Volksgezondheid. En dat is het maximale die we kunnen toelaten, helaas op dit moment. Want bij vuurwerkwinkels is het zo dat het altijd een beetje druk wordt. Mensen komen met hun gezin en die stappen naar binnen en die willen natuurlijk kijken en zien wat ze natuurlijk kopen. Het is ook een beetje vertier voor hun of met de kinderen. Maar ja, zoals het dit jaar is uitgekomen. Helaas moeten we het op deze manier doen, maar het is niet alleen wij, het is ook de hele wereld. We moeten ergens ook blij zijn dat we nog vuurwerk kunnen verkopen, want in sommige delen van de wereld is zelfs vuurwerk verboden vanwege het hele coronageval en het grote lockdown. Dus ja, Steven, we gaan helaas roeien met de riemen die we hebben. We hebben natuurlijk een flinke daling van zeker een 70-80% in vergelijking met vorig jaar. En meer kan je niet doen. We moeten eigenlijk al blij zijn dat we nog vuurwerk kunnen verkopen. Anders zouden we dan zitten met de hele voorraad. Dus het gaat hier om mensenlevens. Het gaat om een ziekte dat de hele wereld op zijn kop heeft gezet. Dus we moeten dat natuurlijk met z'n allen kijken van hoe kunnen we toch op een of andere manier Het nieuwe jaar ingaan. Laten we hopen dat we alles ergens achterlaten en toch op een of andere manier dit voort kunnen zetten. Het enige wat ik kan meegeven aan alle collega bedrijven, collega vuurwerkimporteurs, collega vuurwerkverkopers is: wees alert, hou je klanten ook op afstand. Het gaat hier natuurlijk om een situatie dat zeer ernstig is uitgelopen in de wereld. Laten we elkaar ondersteunen, laten we elkaar helpen. Laten we toch kijken hoe we op een nette manier toch de vuurwerkvoorraad kunnen verkopen. En daarnaast wil ik ook aan een ieder die thuis is en die op straat gaat, ga alsjeblieft op straat indien het nodig is. Probeer zoveel mogelijk thuis te blijven en in quarantaine te blijven, als ik het zo mag zeggen, Steven. Maar dit wens je niemand toe. Je hebt het pas, ik denk dat pas als degene die dat heeft al heeft gehad, diegene kunnen erover praten, want we hebben een aantal mensen gesproken. En die mensen snappen ook wel wat de ernst van de situatie is. Maar ik denk dat we toch ernaartoe moeten werken om het jaar op een hele sobere manier helaas af te sluiten. En laten we dan focussen. En laten we iedereen of die ziekte ver houden van ons. En laten we Suriname naar nul brengen om toch in het komend jaar december, ik denk dat het een flink feest zal worden. Want iedereen wacht natuurlijk om te feesten, Steven. Dus laten we kijken om er een heel mooi jaar van te maken. Zo zijn we weer aan het einde gekomen van dit journaal. Morgen doen wij de laatste aflevering voor het jaar 2020. We zullen u dan meenemen naar de binnenstad en ook de vuurwerkwinkels zullen aangedaan worden. Blijft u het journaal volgen en heeft u een aflevering gemist, kunt u die altijd terugvinden
op de website van het BOG, www.pogsuriname.com. En wees voorzichtig en let op uzelf en uw naasten.